Ron, 0-0 na afloop. Niet altijd leuk voor de supporters. Hoe was die voor jou? Nee, niet in ieder geval de wedstrijd om van te genieten. En, ja, ik denk dat een gelijkspel dat wel aardig het spelbeeld weergeeft. Of het dan 0-0 is of 1-1 of 2-2. Alleen, ja, we zijn toch meer ontevreden dan tevreden over ons spel. Waar zit dat vooral in? Ik denk dat we vandaag het meest hebben laten liggen aan de bal. En dan met name in de eindfase, waarin we een aantal situaties... dan spelen we een paar keer, dan laten we zien hoe goed we kunnen voetballen. Ja, en dan is de eindpaas of het schot of de afronding of de koppel is allemaal net niet genoeg. En daar hebben we veel laten liggen. En daar hebben we ook veel laten liggen dat je in situaties de bal weer verliest. En dan moet je weer teruglopen tegen een strijdend Fortuna. Hoe is zo'n tweede helft voor jou, waarin het echt op en neer gaat en je eigenlijk geen moment denkt, oh, nou heeft één ploeg echt de controle? Nou ja, je zit meer te kijken van wat kun je veranderen. We hebben na een rust dan één wissel toegepast, Jens Toorstra voor Zakaria Labiat. Maar we vonden eigenlijk dat we moesten gaan spelen om te winnen. Maar dat deden we in de rust al, want we gingen anders en nog agressiever druk zetten. Maar daar is de ploeg nog niet rijp voor, hoor. Want daar gaan nog zoveel dingen mis. En daar gaan we wel op trainen en meer mee doen. Maar dat moet echt beter. Maar ja, als je dan ziet de wissels, dan probeer je de wedstrijd ook erom te draaien. En ik moet zeggen, Azarkan en Ter Aves vielen goed in. Wat is dan het moment dat je denkt, oké, ja, 0-0 gelijk spel, dan maar een puntje, noem het, koesteren? Nou, zo hebben we niet gedacht, dat zag je ook wel in de ploeg. Wel van, als je hem niet wint, dat je ook niet meer moet verliezen. Maar we hebben de ploeg niet teruggeroepen. Eigenlijk heb ik ze meer naar voren geroepen, met name de achterhoede, omdat die in mijn ogen wat te snel inzakte. Waardoor de ruimtes onderling gewoon te groot worden. Dus het is niet zo dat wij met 0-0 dat we tevreden waren. En als je de laatste 10 minuten van de wedstrijd terugkijkt, dan kun je dat denk ik ook heel goed zien. Na afloop van de wedstrijd merkte je wel dat de supporters jullie door dik en dun hebben gesteund. En dat was ook zien aan het vokaal natuurlijk. Ja, maar die supporters tot nu toe vind ik echt geweldig hier. Dus dat was voor Ajax, vond ik dat ook al. En ik merk gewoon dat ze zo graag willen en ons willen steunen. Want wij moeten nog beter kunnen. Alleen we hebben in ieder geval de nul gehouden en niet verloren. En daar moeten we helaas tevreden mee zijn vandaag. Hoe is de stemming in de kleedkamer na zo'n wedstrijd? En vooral, wat zeg je op dat moment tegen ze? Nou, over de uitvoering is de ploeg niet tevreden. Een aantal jongens zijn gewisseld, een aantal jongens zijn er niet ingekomen. Dus het was allemaal vrij, niet negatief, maar berustend. Hele korte tijdsbestek om je voor te bereiden op die wedstrijd in de beker tegen RKC. Heel kort, hoe gaan jullie dat doen de aankomende dagen? Nou, ja, niet zo heel moeilijk. Morgen is een herstel- en wisselstraining. En gaan we nog even, ik denk toch wat terug uit deze wedstrijd halen over wat we van plan waren in de uitvoering. Maar dan is het al heel snel dat we al vooruit gaan kijken en, tegen RKC, wat vanavond ook heeft gespeeld. Dus wat dat betreft zijn het gelijke omstandigheden. Ga je doen in de bus? Overdenken? Of, Terugkijken. Ja.